Vandaag gaan wij weer bommen opblazen in Minecraft met de HBM Nuclear Tech Mod. Smash eventjes op die like, want elke like is 1 decibel. Jullie kennen deze mod vast nog wel. Ik heb hier vorig iets van 3 video's ervan gemaakt. Maar vandaag wil ik de nieuwe update gaan checken. Er zijn namelijk nieuwe geluiden toegevoegd, nieuwe animaties, nieuwe explosies. Dus dat houdt in dat eigenlijk elke bom, elke missaal, elke raket anders is. Ik heb hier een hele flipping inventory vol met dingen en we gaan maar gewoon meteen beginnen met, uh, even kijken, de cryo cannon. Volgens mij zat deze al in de game, maar ik weet niet. Hij zag er heel erg groot uit in de inventory, dus ik had hem maar eventjes gepakt en dit ding is in het echt ook echt flipping mega! Oh my god! <laughs> ik was zelf nog ineens in third person gegaan. Oh my god, we hebben nu duizend ammo! Oh, wat? Dit is zo so weird. Hoort het dat het geen geluid maakt? We spannen wel eventjes een creeper en dan... Er gebeurde echt. De eerste 5 seconden: helemaal niks. Dat zag er zo lullig uit. Die creeper keek mij aan van. Oh, wat ben je aan het doen? Dat was dus de Cryo Cannon. Een dikke vette anticlimax. Maar geloof me, niet alle wapens in deze mod zijn gaar. Deze is misschien een beetje gaar. Dus uh, die gooien we ook maar gewoon meteen weg. En ik denk dat we nu maar gewoon meteen gaan upgraden naar de nuclear. Catapult. Deze heb ik al een keertje gebruikt. Maar vandaag wil ik wat nieuwe mini-nukes uittesten. En ik wil kijken of deze um, launcher ook nieuwe explosies heeft. Dit is dus een ander soort nucleaire catapult. Hier kan je namelijk 8 mini-nukes in doen. En ik ga hem dus eventjes helemaal laden. Oh kijk, hij is helemaal herladen. Er zitten nu dus 8 mini-nukes in. <laughs> ik weet niet of ik ze ook echt gewoon tegelijkertijd kan schieten. Of dat er een cooldown is. Maar dat gaan we zo meteen meemaken. In 5, 4, 3, 2, 1. Goal! Oh my god! Wow! Oké, okay, die gingen inderdaad gewoon echt tegelijkertijd. Ik had niet verwacht dat ze zo erg tegelijkertijd zouden gaan. Even serieus. Oh my god, dat was echt in zo'n soort spread als een shotgun. En hier zie je dus ook de nieuwe Fallout Mechanic. Of nou ja, dit zat al in de game, maar het is nu ietsje anders. Kijk, dit ziet er heel anders uit. En veel sicker, moet ik zeggen. Kijk, deze bomen. Wat gebeurt als ik hem zeg maar zo in de lucht schiet? Oh my god, dat is niet goed. Dat is niet goed, daar gaan ze. Oh my god. <laughs> oh my god, dat was zo so sick. Nu was het echt een soort van een clusterbom. Wow, well, en de blokken bewegen ook. No way. Sinds wanneer zat een ding? Dit is echt insane. Deze update is flipping light. Oh my god, ik heb hier zoveel zin in. Dit was nog maar een mini-nuke. Een flipping mini-nuke. We blijven nog eventjes bij de Nuclear Catapult. Maar nu wil ik de andere mini-nukes uittesten. En ik wil ook nog de pumpkin bom uittesten. Hier kunnen we er ook acht van afvuren. Dus ik ben heel benieuwd. Deze gaan we denk ik eventjes horizontaal schieten. Dus zo. Oh my god! Wow! Wat gebeurde daar? Hoezo zijn er ook daar explosies? Dat was insane! Oké, okay, dan pakken we ook nog eventjes de Pumpkin-bom en dan gaan we maar gauw door. Want we hebben echt een hoop te testen vandaag. Dus we moeten een beetje opschieten. 3, 2, 1, go! Wow. Wat gebeurde er? Wat hoorde ik? Ik heb echt geen idee. Nou, dit is de pompoenbom? Waar zijn de pompoenen? Ik zie nul pompoenen. Ik ben gescamd. Wow, wat is dit voor moordenaar zombie? Nu gaan we weer eventjes iets milder, want ik wil eventjes gaan kijken naar de normale wapens in deze game. Of nou ja, normale wapens, die bestaan niet. Het zijn altijd crazy wapens in deze game. Laten we als eerste beginnen met de energy pistol. Ik weet niet echt hoe dit werkt. Oh, het is dit. Oh, het is dit. Oké, okay. uhm, Oh, damn! Oh, dat was sick! Hoe kan zo'n klein pistooltje zo'n explosie maken? Doei, meneer de zombie. Pats. Oh, oh, oh. oh, die arme zombie. Die energy pistol is echt cool. Dit is de glass cannon. Oh, wat? Dit is, uh, is zo'n uh, fotonenwapen of zo. Met, met lichtgolven. Uh, We hebben normaal licht, ultraviolet licht, x-ray en gamma-straling. En dan is gamma-straling het sterkst, neem ik aan. Wat? Dit one-shot de zombie geen eens. En radiogolven wel. Dat slaat echt nergens op. Oh, maar die ding schiet echt heel snel. Oh my god. Dit is al heel satisfying hoor. Even serieus. Wacht, even kijken. Oh. Wat gebeurde daar? Wow. Wow, wow, wow. Het spookt hier in mijn wereld volgens mij. Nu gaan we over naar de Carl Gustav Recoilless Rifle. En ik heb heel eventjes high explosive raketten erin gestopt. En ja, deze gaan we natuurlijk nu testen. Dus 3, 2, 1, go! Oh my god. Dat was een oh. grote raket. Hè? Huh? Maar dat zeg echt amper een explosie. Oh, dat valt dan wel een beetje tegen. Wat als we deze proberen? Ik heb dus ook even de privé-raket gebaat. <laughs> Ik heb echt geen idee wat dat inhoudt. 3, 2, 1, go! Oh my god! Dat was gewoon een raket van 84 mm, hè? Ik denk dat we nu maar even gaan upgraden naar de raketten. De raketten zijn echt helemaal vernieuwd in deze update. Als we even uh, missile typen. Kijk dit. Je hebt nu gewoon nieuwe missile models. En ze zijn allemaal echt vier keer groter geworden. Het is echt insane. Wat je daarvoor nodig hebt om dus die missiles te lanceren, is een launchpad. Dit is dus ook een nieuwe launchpad. Deze zat eerst niet in de game. En deze is echt. Veel groot en hij verandert ook um, als je oh, bepaalde missiles hebt en zo. Het is echt heel cool. Oh, je kan hij niet eens staan. Dit ding is zo huge. Even serieus. Wat? No way. Oh my god. Wow. Hij past echt nog maar net op dit dak. Met welke missel zullen we het als eerste testen? Ik denk met de micro. Oké, okay, ja, dat is helemaal mooi. En onthoud trouwens eventjes, dit is een tier 0 missel. Er zijn in totaal vier tiers. En je moet straks zien hoe groot deze explosie al is. Het is echt insane. Maar wat je dus moet doen is je uh, klikt hier eventjes op. Dit ziet er nog wel redelijk hetzelfde uit, maar het is ietsje anders. Je plaatst hier nu de raket en kijk nu oh. Uh, Wacht, hier zit dus een soort van een arm en daar gaat straks de missile op. Hier kijk, de missile staat dus nu hier en dit ding is ook zoveel flipping groter geworden. En als we dus um, even kijken, uh, battery power erin doen. Dus dan pakken we eventjes een infinite battery. En als we die in plaatsen. Kijk dit, kijk dit. Dit is zo flipping sick. Hoor die geluiden, zie die animaties. En kijk, dan wordt die daar vastgemaakt aan die tanks of zo. En dan gaat deze arm weer hierheen. En wat we dan als het goed is moeten doen. is. Uh, we moeten een Target Designator pakken. En dan moeten we heel eventjes een Target kiezen. Hoppakee, als het goed is. heeft hij nu een Target. En als ik dan heel eventjes een Laser Designator pak. met wat Redstone. Ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Het is allemaal heel ingewikkeld. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1, GO! Yup, daar gaat hij. Launch successfully. Kijk dit. De micro missile. En boom. <laughs> oh my god. Wat. Hij laat niet eens op tijd in, joh. Oh my god. Dat was echt sick. En dit was een tier 0 missile. Deze bomen zijn gewoon compleet weggevaagd. Oké, okay, ik ga dus nu een tier 4 missile plaatsen. 3, 2, 1. Boom. Wat. Oh my god, de hele launch platform is veranderd. Dat is zo sick. Kijk, dit ding. What? En dan gaat nu in die gele voetjes. En je hebt een hele toren. Oh my god, en hier gaat de fuel erin. Wow, wow, wow. Wat gebeurt er? Dit ding gaat toch nog niet opstijgen, hè? Oh, volgens mij is dit de liquid oxygen. Oh, dat is echt sick. Dat is ook nieuw. Oké, okay, daar gaan we uh, de target designator er Ook al in. We hebben de laser detonator. Pas op, meneer Varken. Pas op. Nee, je moet wegrennen, bro. Je moet wegrennen. 3, 2, 1. Go. Kom op. Yes, daar gaat hij. Launch successfully. De TR-4-missile. 3, 2, 1. Boom. Oh my god. Oh my god. Ik denk niet dat mijn launch platform het gaat overleven. Nee, zeker niet. Wow. Wat? Ja, oké, okay, daar gaat een launchplatform. Wow, oh, en dit is de shockwave? Kijk, ook die nieuwe wolk trouwens. Ik weet niet of die er net ook al was, maar deze is dus nieuw. Kijk dit, dit ziet er veel sicker uit dan die oude wolk. Het wordt ook steeds donkerder. We hebben natuurlijk ook nog de doomsday-missile en de thermonuclear-missile. Die wil ik ook beide nog eventjes gaan testen. Alleen ja, eerst hebben we eventjes een andere plek nodig voor onze launchpad. Want het is niet heel erg leuk om een missile in een krater af te vuren. En weet je wat? We gooien hem wel gewoon uh, daar. Hoppakee. En daar gaan we weer. 3, 2, 1. Go. Daar gaat hij. De Doomsday missal. 3, 2, 1. Wow. Oh my god. Kijk die shockwave. Kijk die flipping shockwave. Kijk dit. Deze mushroom cloud is zo flipping groot. Dit is insane. Ik ga even op de grond staan. Stel je voor, je ziet dit. Je bent gewoon casual bomen aan het omhakken. En je ziet ineens dit. Dit is al lijp. Toch, meneer de skeleton. Hoezo gaat alles en iedereen dood? Wow! Oh my god! Dit is insane! Kijk dit! Ineens staat er gewoon echt een megakrater. Oh my god, dat had ik niet verwacht. Wow! Kijk dit! Die explosie gaat ook ver, man. Mijn launchpad is echt compleet vernield. Ik vind het ook cool dat je nog zo lang die wolk blijft zien. Als allerlaatste wil ik nog eventjes een Fat Man opblazen. Even kijken of deze ook geüpdate is. Dus dan gaan we 3, 2, 1. Boom. Boom. Yes. Oh my god. Wow. Yep. Daar komen de, 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 de wolkjes weer. De witte wolkjes. De gele wolkjes. Oh my god. Ik kan mezelf echt amper horen. Oh ja. Daar komt hij. Daar komt hij. De Fat Man. De Flipping Fat Man. Oh my god. Hij gaat zelfs over die krater heen. En dat was hem volgens mij. Oh my god, deze is diep ook trouwens. Dat was hem weer voor deze HBM Nuclear Tech mod video. Kijk hoeveel we gesloopt hebben. En dit is niet eens alles. Mijn render distance is niet eens hoog genoeg om alles in te laden. Mochten jullie nog ideeën hebben voor deze mod of ook voor andere mods. Laat het dan eventjes in de comments weten. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!